En het is tijd voor de nieuwe Daily Challenge. De Geocache website zit in een nieuw website. Een nieuw jasje. Moet ik een nieuw website van mij nou? Nieuw jasje. Dan ben ik heel benieuwd of de Daily Challenge ook veranderd is. Of dit moet iets zijn wat je alleen als pro-speler krijgt natuurlijk. Dat kan natuurlijk ook, maar goed. Daily Challenge. We gaan eens kijken wat het ons gaat brengen. Kijk allemaal wat fancy. Hey, en deze blijft ook staan. Dat is van tevoren nooit geweest. Nou, dan kan ik ook niet als een halve idioot kan ik fout klikken, zeg maar. Zullen we zeggen dat dit Noorwegen is? Denk het wel, hè. Oh, wat ziet het er allemaal zo veel fijner en zo mooier uit, moet ik eerlijk zeggen. Oh, man. Dat is echt wel een beetje verrassend, moet ik eerlijk zeggen. Hoe mooi dat eruit ziet. Oké, vooruit. Hey, ik accepteer het. Ik ben er alleen maar blij mee. Het ziet er echt een stuk beter uit, moet ik eerlijk zeggen. Plus, de kans dat ik hierop klik is nou natuurlijk ook veel kleiner. Hoop ik. Althans. Ik heb het wel eens gedaan in het verleden, maar nou niet meer, hopelijk. Ik gebruik het wel. Ik heb nog steeds een ongoing game staan van World. Die gebruik ik 's ochtends altijd om te checken of de verbinding goed is. Ik zit dan al, ik denk een maand of bijna 2 maanden wils, in de eerste ronde. Dus ik heb dat die omgeving, die ken ik inmiddels. Ik heb geen idee waar het is, maar en dan klik ik daar altijd op en dan opent hij een ander tabblad. Dan gaat ondertussen die timer zou gewoon doorgaan, maar dan klik ik die natuurlijk weg daar. Maar ja, dat was niet meer nodig. Want ik deed dat vanochtend, ik klikte erop en voilà, hij ging gelijk door. Dus dat is echt wel een stuk makkelijker. Plus, je kunt nou oude games waarmee je bezig bent, kun je ook al weghalen. Dus dat is echt wel super fijn. En we hebben ondertussen helemaal niks, geen aanwijzingen gevonden waar we zijn voor de rest. Dus ik hoop gewoon dat het goed zit. Boy. Tja, wat ik zeg, ik heb voor de rest totaal niks, geen aanwijzingen gevonden waar ik zou kunnen zijn. De huizenstijl was enigszins Scandinavisch. Maar nou kijk. Woehoe, yeah. Nice. Zeer goed. En dit ziet eruit als een locatie die we al eerder gehad hebben. Niet. Ik denk dat dit ook weer. Oh. Nee, dit is Amerika. Ik zat even te denken aan die locatie in Zweden, vlakbij de Finse grens. Nou, dat is dit duidelijk niet. Ik hoop eigenlijk dat dit daar staat een stad op. Laten we hopen dat het Kewari. Is het Kentucky?
Ja, dat is Kentucky. Oké, en West Liberty en Huntsville. Oh wacht, weet je wat ik ook kan doen? Moet ik eigenlijk hopen. Ik zie daar, wat is het? 23 staan. Oei, jezus, ik kreeg een pijnstoot door mijn been heen. Ja, dat is echt zo typisch van die benen. 23. Ik kan even kijken. Dit was er ook eentje. Dacht ik. Ja, dat is allemaal hier. Huntsville en Liberty. Wat was die andere? Liberty. Nog iets. Zijn nog steeds Kentucky hier nog met? Even kijken. Ik ben een beetje tijd aan het verspillen, maar ik denk niet dat ik heel veel meer. Heel veel meer krijgen. Ik heb hier heel veel vulls in de buurt zitten, dus ik zal hem sowieso even zien weg. Maar ik heb het idee dat ik Huntsville toch wel zou moeten vinden. Oh. Oh. Jezus. Nou, het is tegen de grens met West Virginia aan. Ha. En maar 3000. Nee, ja, maar. Voor mij nou. Oké. Laten we ons niet gek maken deze keer. Dat we denken van. Ja, dit is Cambodja. En dan lijkt dat het niet Cambodja is. Nou, is dit niet Cambodja? Dit is ook niet. Hoe heet het? Filipijnen. Dit is gewoon helemaal. Indonesië. Zullen we voorlopig even hier weg, maar. Nee. Ik denk niet dat dit. Dingen is nee. Oké, waar zou ik dat kunnen vinden? Oh, nou ja, hier bijvoorbeeld. Jakarta. Ik weet dat dat niet de plek is. Ik weet dat dat het hoofdkantoor is, maar. Kalimantan Utara. General. Niet vergeet dat dit hierboven ook nog. Je zou toch denken dat een van deze dingen. Kijk, hepla. Kalimantan Utara. Dus ik. Utara. Zou Utara dan oost zijn? Dat was echt een hele wilde hok hoor. Utra zou ook midden of. Even kijken, wat zou dan. Het zou Pembang. Unan kunnen zijn, de stad die ik zoek. Tenminste, de stad die hier staat. Of eventueel Yarangang. Ik denk dat ik in ieder geval op het goede eiland zit.
Maar ik weet niet of ik. Oh, what the fuck. Dat is wel iets nieuws, denk ik, dat hij uitzoomt. Dat deed hij bij de eerste toch niet? Ik zat in ieder geval op de goede dingen. Daar ben ik al blij om. Dat is niet altijd vanzelfsprekend bij Indonesië. Dit lijkt mij een Amerikaanse locatie te zijn. Vraagteken, vraagteken, uitroepteken. Ik denk het wel. En dan is natuurlijk de vraag: waar in Amerika? Dit zou heel goed. Helikopter landing zone. Waarom is het een helikopter landing zone? Is het een school of zo? Dan hoop ik. Als de school of een bedrijf is, of iets dergelijks, of een ja, ziekenhuis. Dat ze. Oh, wacht, ze hebben vlaggen. Het is Canada. En dat is de vlag van. Ik heb ze ooit een keer allemaal besproken. Maar. Wat was het ding ook weer? Daisy Land. Ik denk niet dat het de vlag van British Columbia is. Ik denk ook niet dat het de vlag van. Weet het? Van. Quebec of. Weet het? Quebec of Ontario. Ik zit te twijfelen tussen Manitoba en. Weet het? Manitoba en Saskatchewan. Weet dat? Ik kan gewoon. Wat ik, en dan hopen dat ik Daisy Land ergens zie staan. Dat is niet een onwaarschijnlijke mogelijke optie, om het zo maar te zeggen. Maar Alberta is natuurlijk ook nog een optie. Seconden. Ik denk eerlijk gezegd niet dat het Alberta is. Ik denk dat het afhangt tussen deze en deze. En het was deze. Nee, het was Alberta. Oh, damn. Really? Ik had misschien verder moeten zoeken in plaats van alleen maar focussen op die vlag. Ik denk dat hier niet heel veel te focussen valt op vlaggen, maar ik denk dat dit gewoon lekker het platteland is van Amerika. Of Canada. Ik weet dat er mensen zijn die aan die 409 kunnen, gelijk kunnen zien waar ze zijn, waar we zijn. Helaas, ik niet. Kijken, want ik ben blij dat ik deze kant op ga, want hier zijn wat huizen. Dus dat suggereert dat ik sowieso richting iets van een dorpje ga. Ik zie daar ook weer wat cluster met huizen staan, dus hopelijk geeft dat mij enigszins hoop op iets. Even kijken. Nee, ik denk dat dat het al was. speed limit 55, dus het is inderdaad Amerika. Dat is mooi. Dan is de vraag:
waar in Amerika is het? Ik krijg in één keer een gevoel, maar ik weet niet of dat juist is, dat het wel eens Kansas kan zijn. Ik zit tussen, weet je wat, dan zit ik toch wel daar bij die grens weg. Ik zal twijfelen tussen Kansas en Oklahoma. Het zou heel eventueel ook nog wel Nebraska kunnen zijn. Maar dat denk ik niet. Nou, toen net dacht ik niet dat het Alberta was, kon zijn. En dan was het toch nog wel Alberta. Dus, oh, dat is belangrijk. Dat waren vlaggen. Dat waren vlaggen. Oh nee, ga je nou. Dank je. Dat is de Amerikaanse vlag. Ik dacht dat ze er twee hadden hangen. Nee, dit was gewoon de vlag die dubbel sloeg. Oké. Okay. Nou, dan ben ik in ieder geval blij dat het bewezen is dat dit niet Canada is. Baptist. Ja, ook daaraan kunnen mensen zien waar ze zijn. Ik niet. Ik heb geen flauw idee. Het was Texas, joh. Had ik nooit geraden. Echt niet. Globetrotter. Oké, dank je. Waarom is dat? Waarom heb ik hem gekregen? Oké, great. Super Explorer. Oké, great. Zal al mijn dingen gereset zijn? We zullen eens even kijken zo meteen. Show high score. Oh, Jesus, dit is ook helemaal veranderd. Oh, wauw. Ze laten ook gelijk mijn score staan. Dat is ook echt wel fijn. Daar. Maar ze laten ook alleen maar de top 25 zien en de rest niet meer. Ah, oh, dat is wel jammer. Ik ben niet in de top 25 in ieder geval. Nee, het zij zo. Oké. Okay. Waar is het echt misgegaan? Ik zou, ja, eigenlijk... De punten zijn eigenlijk gewoon bijna geleidelijk naar beneden gegaan. Naar die eerste Finse Noorse gok. Maar ik denk dat de grootste misser eigenlijk die van Canada geweest is. Maar ik denk als ik daar was blijven zoeken dat ik had kunnen ontdekken dat het in Alberta was geweest. En dan had ik waarschijnlijk wel de naam van de... dan had ik waarschijnlijk Disneyland wel gevonden. Dan had ik daar meer punten kunnen hebben. Ik denk voor verder is het niet echt... meer had kunnen doen. Ik bedoel, deze had ik ontdekt dat het Kentucky was. Deze had ik in ieder geval het goede eiland. Deze, ik heb niks gezien wat wees op, op Texas. Of moet dat net nummer of wat dan ook geweest zijn, maar die ken ik niet uit mijn hoofd. Maar goed, badges. We zullen eens gaan kijken, want misschien dat ze alles wel gereset hebben. Ik denk het wel, nee. Want ik ben nooit champion geweest. Ja, wat is deze dan? Waarom heb ik hem... Ik heb hem twee keer nou. Hit the spot 5 times. Junior Explorer. The Professional. Waarschijnlijk de pro ben geworden, ja. Popular, if you build a fun map, people will like it. Games, Junior Explorer. En ik denk dat er een paar gereset zijn. Misschien trouwens toch, jawel. Ik denk dat er een paar gereset zijn. Niet dat het heel veel uitmaakt, wel wat mij betreft.
Met name deze denk ik dat ik die al gehad had. Maar goed. Oké, dat was het in ieder geval voor vandaag. En dan zeg ik tot morgen.